Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe het is om een dag in het leven te leven van iemand met één been. Ben je nou benieuwd hoe ik deze dag doorbreng? Blijf dan zeker weten verder kijken. Goedemorgen. Ik ben echt net wakker. Maar ik dacht, ja, dit is wel gewoon de realiteit hoe ik wakker word. Tenminste, hoe ik vandaag wakker word. Maar, het is vandaag. Kijk welke dag het is. Het is vandaag dinsdag. A few moments later. Het is nu ondertussen 12 uur. Lekker laat, nou. Anyway, het is tijd voor mij om zo lekker uit bed te gaan en mijn dag te gaan beginnen. Maar wat wij eerst moeten doen is mijn verband verwisselen. Ik heb namelijk een operatie gehad aan mijn stomp. Dit is mijn stomp. Dus hier ligt nu ook een schaar en verband. Dus dat gaat mijn moeder zo eventjes voor mij doen. Want mijn moeder doet het eigenlijk altijd. Trouwens, dit ding wat ik nu aan heb, love it. Koop bij Shaquille. Ik ga dus zo lekker uit bed en mijn dag starten. Het is tijd om mijn gezicht te gaan wassen. Ik gebruik deze anti-ruwe huidreiniging van CeraVe en ik vind hem heel fijn. Ik vind de skincare best wel belangrijk. Eigenlijk een goede reiniger die wel werkt voor mijn huid. Ook goed tip voor jullie, want je huid neemt 's nachts heel veel vetten op. Dus vandaar dat het 's ochtends ook weer belangrijk is om je huid te reinigen. En niet alleen maar 's avonds. En dan ga ik nu beginnen met mijn wenkbrauwen verven. Want ik wil mijn wenkbrauwen even heel graag weer bijverven. Ik doe dat altijd met deze kruidvatkit van Bransus. Ik ben eigenlijk niet zo'n hele grote fan hiervan, aangezien ik altijd het idee heb dat het er heel snel afgaat. En ik gebruik heel vaak zo'n dun kwastje. Ik wou trouwens echt dat ik dikkere wenkbrauwen had. Tada! En dan breng ik mijn wenkbrauwen nu in de verf. Zo, zoals je kan zien zijn de wenkbrauwen weer helemaal mooi. Mijn huid is op dit moment echt bagger, zoals je ziet. Ik ga alles eerst eventjes mijn haar en mijn make-up doen. En dan ga ik daarna mijn outfit uitkiezen, denk ik, wat ik aan ga doen. Make-up look. En ik hou mijn haar nu ook gewoon zo, want het ziet er mooi uit. Dus helemaal top. En dan gaan we nu even een outfit uitkiezen voor vandaag. Oh, die pukkels. Ik heb mij aangekleed. Ik zal jullie eventjes mijn outfit op 2D laten zien. Ik heb allereerst een hele leuke blazer aan. Deze blazer is van de Bershka. Ik heb dit topje aan van de Zara. En dan heb ik nog een glitter flare pants. Nou zie je wel dat het echt een troep is hier op mijn kamer. Er ligt van alles al. Dus laten we dat eerst maar eventjes gaan opruimen. En ik heb hier ook een heel leuk pakketje liggen. Dus die ga ik zo met jullie even openmaken. Tadaa, we zijn klaar met opruimen. Goed jongens, ik heb een heel erg leuk pakketje. Ik ben namelijk helemaal in love met die slaapzakken jassen trend. Ik dacht deze hele mooie jas, dus ik dacht ik ga gewoon een gokje wagen en ik ga het gewoon bestellen. Oh, hij is lang jongen. Kijk, zo ziet het eruit. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Jongens, laat maar alsjeblieft even weten wat jullie van deze jas vinden. Zoals je ziet ga ik dus met onze traplift die wij hebben in huis naar beneden. En dat doe ik altijd, elke dag. Ik piep dus echt enorm, zoals je hoort. Nou, wat je dan moet doen, als je naar beneden gaat met de traplift. Wat je dan moet doen, is je pakt de afstandsbediening. En doet die ding omhoog. En druk je op het knopje. En dan gaat hij omhoog. Nou, dat is niet moeilijk, hè. Dit doe ik dus elke dag. Ik wil gewoon liever lopen, ja. Dat ding gaat omhoog. Zo, die is ook weer boven. Ik heb al wel mijn medicijnen genomen, dat heb ik niet gefilmd. Maar ik ga nu mijn lunch maken.
Ik heb dus heel vaak wel wat vegetarische vlees, vaak in de middag. Ik vind dat gewoon erg lekker. En dat doe ik met wat gesmolten kaas. Dat geeft toch net wat meer smaak. Doe ik op een bolletje. En met wat sla, ook nog een beetje saus erbij. Ja, ik ben best wel gewoon altijd aan het letten op wat ik eet. Dus dit is dan mijn lunch. Even de vegetarische burger in de pan doen. En dan is dit mijn heerlijke lunch voor vandaag. Nom nom. Nu ga doen is ik ga eventjes Nintendo switchen. Ik heb namelijk Animal Crossing en ik ben er helemaal verslaafd aan. Laat ik jullie wel weten wat ik ga doen. Woehoe! Animal Crossing! Oké, we hebben Animal Crossing weggedaan en het is ook al ondertussen weer donker. Ik ga nu eventjes op mijn laptop bezig met mijn AirPods natuurlijk in. Ik moet eventjes voor YouTube bezig en ik heb dit weekend een feestje. Ik ben namelijk morgen 5 jaar schoon van de ziekte botkanker. En mijn moeder is nu lekker aan het koken, dus we gaan straks ook lekker eten. Dus top! Vandaag aardappel, spinazie en biefstuk. Love it. Ik ga nu eventjes mijn nagels doen voor het feestje. Oh, dit weekend. Maar ik ga ook gewoon mijn nagels doen omdat het weer moet gebeuren. Ze zijn wel echt heel erg mooi lang geworden zoals je kan zien. Maar ik heb hier alles spullen klaar liggen om lekker mijn nagels te gaan doen. Dus dat gaan we nu doen. En dan zijn ze helemaal mooi voor dit weekend. Ik ben eindelijk klaar met mijn nagels. Tada, zo zien de nagels eruit. Ik heb er ook een mooi steentje bij gedaan. Het is ook enorm warm nu. Dus ik ga nu lekker naar boven, want ik ben best wel moe. Maar ik ga boven nog weer wat dingetjes doen. Dus dat ga ik eventjes meenemen. Want ja, hè, moet de hele dag aan jullie laten zien. Dus pretty. Goed, we zijn terug op mijn kamertje. Ik heb mijn prachtige ledstrips aan. Meestal rond deze tijd ga ik een beetje zingen. Want als er iets is waar eetjes soort van relax van wordt, is dat zingen. Gewoon een kleine hobby van mij. Geniet ervan. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we got no place to go, let's know, let's know, let's know. Nou, nu ga ik verder zingen, dus doei! Goed, ik ben klaar met zingen en het is ondertussen nu 11:15. Dus dat is tijd om mij klaar te maken voor bed. Eindelijk, jippie, ik heb net nog even gebeld met mijn vriend. Dus laten we, hoppa, opstaan en naar de badkamer. Lekker tanden poetsen! En natuurlijk gaan wij ook weer eentje reinigen, zoals vanochtend weer hebben gezien met CeraVe. Dus dat doe ik ook altijd in de avond. Me with make-up on en without. En nu zijn we klaar om te gaan slapen. Of tenminste in ieder geval om naar bed te gaan. Maar wat eerst nog moet gebeuren is mijn verband. Dat moet weer opnieuw gezwachteld worden. Laten we mijn moeder erbij pakken. Wat je dus nu ziet is dat mijn moeder mijn been gaat spachtelen. Spachtelen is eigenlijk om je stomp weer in een mooie goede vorm te krijgen. En om het operatievocht wat te herstellen, zodat het weer gaat. Na de reiniging doe ik altijd 's avonds zo. Nou, ook het licht aan. Nadat ik 's avonds heb gereinigd, doe ik altijd dit spul op mijn gezicht. En ik zal het even goed laten zien. Het is namelijk van de Kruidvat, van de Pure Line. En wat het is het zorgt ervoor dat de buisjes die dus of bijna op je gezicht beland zijn, of al op je gezicht beland zijn, dat ze dan zeg maar snel uitdrogen, zodat ze zo snel mogelijk weggaan. Het is goed spul en het is echt maar 3 euro of zo, dus echt top gewoon. Soms doe ik ook nog een crème op mijn gezicht, 's avonds, omdat ik soms best wel in de winter wat drogere huid kan hebben. Dat is eigenlijk wat ik dan 's avonds doe qua skincare voor de rest nog. Dus ik moet even deze lampje uitdoen. En let's go to bed. En ik doe nog eventjes een trui aan voor het slapen gaan.
Dus ik ga nu nog heel eventjes lekker op mijn telefoon. Maar ik zeg voor jullie alvast even goodnight. Vond jullie deze video nou leuk en interessant? Doe dan zeker weten eventjes een duimpje omhoog. Ik heb namelijk geleerd van mijn vader. Dat er geen blauwe duimpjes meer zijn. Dus ik weet niet waarom ik het altijd nog zeg. Het is gewoon een duimpje. Dus doe even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet ook zeker weten niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal. Op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. En laat me zeker in de comments achter wat jij van deze video vond. En wat voor video's jullie willen zien in de toekomst. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Doeg! Doei.